Ik ben Anouk Kokke. Ik voetbal bij Empelina in Den Bosch. Ik voetbalde eerst eigenlijk altijd bij een club in mijn eigen gemeente. En 3 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar Empelina in Den Bosch. In oktober 2016 speelde ik een wedstrijd. En eigenlijk mijn directe tegenstander die wilde de bal langs mij pasen naar een medespeelster. Dus ik stak mijn rechterbeen uit om de bal eigenlijk te onderscheppen. En op dat moment leek het alsof iemand mij mijn knieholte schopte. En ik ging er eigenlijk doorheen en je hoorde krak. En dat bleek mijn kruisband te zijn. Na het ongeluk ben ik eigenlijk vrij direct naar de huisarts gegaan. En die heeft mij doorverwezen naar de kliniek via Sana. Toen ik daar kwam had ik een consult met meneer Rutte. En na eigenlijk een simpele en korte test had hij al meteen geconstateerd dat het om mijn voorste kruisband ging. Kruisbandletsels zoals Anouk heeft gehad zijn letsels die we veel zien in onze kliniek. We doen zo'n 350 kruisbandhersteloperaties per jaar. Voor die operatie gebruiken we een nieuw soort techniek, althans voor Nederland een nieuw soort techniek, dat is de TLS-techniek. Dat is een techniek die in Frankrijk bij merendeel van de operaties wordt gebruikt en in Nederland eigenlijk nog vrij beperkt. Het voordeel van die techniek is dat je maar 1 hamstring space nodig hebt in plaats van 2, waardoor je een minder schade aan hamstrings maakt. Een tweede voordeel is dat je de pees vooraf op spanning zet, waardoor je uiteindelijk een stabielere reconstructie hebt, omdat die in de revalidatie eigenlijk niet meer verder uitrekt. En als je gaat kijken naar de stabiliteit van de fixatie van de pees in de knie met schroef en tape, is dat eigenlijk verreweg de meest stabiele fixatie die je kunt krijgen. En als de operatie klaar is, dan begint het eigenlijk pas voor patiënten als Anouk om samen met de fysiotherapeut aan de toch al pittige revalidatie te beginnen. 10 maanden na mijn operatie heb ik mijn entree gemaakt. En toen ook meteen 2 keer gescoord. Wat ik nog heel graag wil bereiken met het team is eigenlijk kampioen worden. Want we zijn het beste team hier uit de omgeving Den Bosch. Ik weet zeker dat we iedereen hier kunnen verslaan. Daarom denk ik dat kampioen worden een hele mooie bekroning zou zijn.